Welkom bij een nieuwe aflevering van Glunderen met Glunder. Mijn naam is Rodney Glunder. Ik ga vandaag iets heel cools doen. Wat ik ga doen, ga je straks zien. Oké, misschien kan je maas iets slecht zien. Oordeel pas wanneer je niet zo slecht ziet. Ook al kom ik kennis, misschien van de backstreet. Dat is dat wit, maar nog steeds ken jij jezelf niet. Want wie is real deze tijd? Wie is op Jemmy net als je praat deze tijd? Ook al was ik dat niet. Jeroen, mensen, ik ben met de echte HNB-vechter hier. En hij gaat dus even duidelijk maken of hij gaat dus kennis laten maken met HNB. HNB staat voor Historic Medieval Battles. Compleet in harnas, groep tegen groep, één tegen één riddervechten. In de praktijk komt het neer op kickboksen in harnas. Het is hard. Het is niet mijn sport, dat kan ik alvast zeggen. Je hebt het nog niet geprobeerd, dus dat weet je helemaal. Met respect. Heb je een spul wat je ons kan laten zien? Want ja, ik heb wat dingen mee, maar dat laat ik straks zien. Zeker? Maar wil jij even laten zien wat jij dus allemaal aan doet? We beginnen eigenlijk met een gebatteerde onderlaag. Die zorgt eigenlijk voor het dempen van de klappen enigszins. En hier zit al wat armen aan, hè, voor mijn armen. Bovenarmen, schouderstukken, onderarmen. Dus daar begint het mee. Dit is dan de voorkant en die spelt je zo op. Je moet je voorstellen, dit is de klap. Je voelt het even goed, hè? Wat veel interessanter is, dat zijn de wapens. En dan denk je van, hé, maar dat is geen wapen, dat is een schild. Maar die in combinatie met een zogenaamde falchion maakt eigenlijk dat je kan kickboxen in harnas. Dus je kan voorwaartse trappen geven. Je kan shieldfuncties geven. Dat zie je ongeveer. Wauw, is dit echt een sport, Jeroen? Dit is een echte sport. Je moet ook in topconditie zijn, wil je op hoog niveau meedraaien. Iedereen kan in harnas staan, maar zodra je 7,5 kilo op je nek zet, ja, dan moet je gewoon fit zijn. En dit klinkt is zwaar, joh. Oh, wauw. Laat hem zakken. Oh. Er zit alleen een riempje voor nu. Hoe voelt het? Heb je er last van? Of zit het wel oké? Ik voel me eigenlijk net Iron Man. Mama. Hey, hou op me gauw. Oh man. Hey, is dit echt een sport? Aardige jongen, ja, met de killer instinct. Want die aardige jongens, ja, die killen hem instinct. Praten het mis, maar denken over veel shit. Dus ik kan op zijn mis en leggen waar ik over spit. Want vele van die niggas die praten, maar weten niet van verhalen. Je denkt dat het leven, maar kan het niet eens vertalen. Je brengt maar problemen, maar kan ze niet eens bepalen. Dus hoe kan jij me uitleggen dat jij wat weet van die zaken? Jouw daden spreken achter je rug. Achteraf komen donkere dagen vaker weer terug. Wie is je mattie als een bullet wordt gekrat in de lucht? Hé, hey, de eerste Black Knight. Wie gaat me ridderen straks? We gaan je introduceren aan het team. Oké, let's go. Ja, hier is al staan ze. Hier is al. Ben ik goed? Oh ja. Ziet er goed uit. Hey, mensen, wat een respect zeg voor jullie krijgers. Dat is niet normaal. Dat is zwaar dat is al. Deze sport is het echte werk. Echt waar. Ik heb 25 jaar heb ik gekickbokst en kooivechten en karate. Dit is de allereerste keer in mijn hele leven dat ik een harnas aan heb. Dat ik kennis heb gemaakt met HNB. En pittig, maar prachtig. Ik ben de eerste Black Knight. Oké, mensen. Ik sta hier met Denise.
de vrouwelijke HMB-vechtster. Ja, ik zag het in Oostenrijk bij een vriend van me. En toen zag ik ook filmpjes op Facebook voorbij komen en ik zag die sport daar en toen dacht ik echt van, oh, dit is echt super tof. Dus toen vroeg ik aan hem van, is dit ook voor vrouwen? Zijn er ook vrouwen die dit doen? En hij zegt, ja, die zijn er ook. Dus toen zei ik van, ja, dit wil ik ook. Dit vind ik echt heel tof. Elk land heeft meerdere teams. Ja. Wij zijn in Nederland met één damesteam. En ja, in andere landen hebben ze ook damesteams. En dan gaan we eigenlijk tegen elkaar strijden. Ja, dat is in Europa, maar ook ja, met landen van de rest van de wereld. Hoe goed is het damesteam? Nou ja, kijk, we zijn een nieuw team. Het gaat steeds beter. Maar ja, de wereldkampioenschappen komen eraan en dan moeten we ons gaan bewijzen gaan die, natuurlijk. Wanneer gaan die plaatsvinden? 3 tot en met 6 mei in Rome dit jaar. Dus pieter, dat is natuurlijk ik wil even Nicky erbij halen, de captain van de Nederlands Dames Team. Waar is Nicky? Nicky, kom eens even bij. Zij is niet in harnas trouwens, want zij hebben ook nog wel eens normale kleding aan. Ja. Nicky, wat kan je ons vertellen over het Dames Team? Ik ga eigenlijk wel vanuit dat ik met deze dames ga strijden in Rome. Ja. Maar het is wel, hoe meer meiden je hebt, hoe beter je ook gewoon met elkaar kan trainen. Ja. En daarin denk ik wel af en toe dat wij tekort komen. Ja. We trainen nu vooral met de mannen mee. Maar ja, dat is toch anders, hè? Ja, het is toch anders. En echt gewoon een eigen dames training. Gewoon echt dat je bij elkaar bent en zegt van, joh, dit gaan we doen, dit gaan we aanpakken. Ja. Weet je, we volgen nu eigenlijk altijd de training van de mannen. En dat kan je heel veel van leren, maar het zou wel enorm helpen als je ook meer vrouwen hebt. We hebben een Facebookgroep, we hebben Instagram, we hebben een website ook helemaal. Dus je kan ons altijd vinden. En, HMB Nederland. HMB Nederland, inderdaad. Daar kan je ons allemaal. Prachtig, prachtig. Ik bereiken. Moet je eerlijk zeggen, ik wist niks over deze sport. Totdat ik bij Denise op de Facebook keek en ik zag haar ineens in de harnas. Wat kan je ons uitleggen over het vrouwelijke harnas? Wat verschilt het van het mannelijke harnas? Eigenlijk niks. Met harnas, je hebt westerse harnassen en oosterse harnas. Nou, Denise draagt een westerse harnas. Kijk eens. Dit is zeg maar oosters. Dus dan kan je ook echt wel zien, zeg maar, de broek gaat er overheen. Popbroek, andere soorten, armpadding, heuppadding. Het is allemaal anders. Het geeft allemaal een hele andere sfeer. Zijn harnas, helm is ook anders. Ja. Nou ja, dit is dus het oosterse helm van Remco. En daar heeft hij zelf nog wat dingen bij gemaakt om dan beter te kunnen ademen. Want anders was het alleen deze mond. Volgens mij heeft hij hem ook zelf gemaakt. Dit masker heeft hij zelf gemaakt. Dus dat is luister, een beetje... ik heb nog een vraag. Wat zijn de punten? Hoe win je in deze sport? In Bowhurt is het zo dat je gaat 3 tegen 3, 5 tegen 5, 10, 21, kan allemaal. En de regel is, als jij 3 contactpunten hebt met de grond, dan ben je af. Bij duel is het anders. Dan moet je zeg maar raakvlakken hebben. Dus hoofd, schouders, benen. En als die recht op het harnas komt, dus zo, dan heb je een punt. Doet hij echter zo... kaatst die af, dan word ik niet geteld. Ik wil een beetje vergelijken met kickboksen. Ja. De 1-op-1 duels en profite is te vergelijken met kickboksen. Dus dan ga je gewoon rondes vechten en degene met de meeste punten en raken op de juiste plaatsen, die wint. Kijkers, ik sta hier buiten. Achter de sporthal waar ze trainen. En ze gaan zo meteen even demonstreren hoe deze mensen knokken. Ik heb hele mooie dingen gezien. Ik heb het harnas aan gehad wat zwaar is. En ik ben helemaal
gek van deze hobby. Ik ga hem zelf niet doen, nou, had ik 10 jaar jonger moeten zijn, maar het is echt niet normaal dat Nederland dit nog steeds niet heeft opgepikt. AMB. Misschien kan je maas iets slecht zien, oordeel pas wanneer je niet zo slecht ziet. Ook al kom ik kennis, misschien van de backstreet.